Welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag op Straat. In deze aflevering gaan we de straat op om de mensen te vragen wat ze van het faillissement van de V&D vinden. En wat ze vinden dat er in de plaats van de V&D hier achter mij moet komen. Ik ga nu de mensen vragen wat ze ervan vinden. Faillissement van de V&D, ja, dat is eigenlijk heel sneu, hè. Met name ook voor de medewerkers, maar zeker ook voor de toeleveranciers. Want die schieten er echt met tonnen vaak bij in. En ik denk dat de V&D, de directie, dat die met name aan zichzelf denkt. En minder aan de medewerkers en aan de toeleveranciers. Ik ben er net geweest inderdaad. Ik vind het eigenlijk wel jammer. Ik vind de V&D eigenlijk een hele fijne winkel om altijd te komen, zeg maar. Dus het is dan toch wel een beetje treurig dat ze nu dichtgaan. Nou, niet echt een verrassing, denk ik. En wij genieten op dit moment vooral van de korting. Dus dat is het enige wat wij ervan vinden. Het is niet een van onze favoriete winkels. Jammer. Ja, ze hebben een beetje de boot gemist, denk ik. Ze zijn niet meegegaan met de tijd en de ontwikkelingen. En dat is denk ik mede de oorzaak dat ze nu in de situatie zitten waarin ze zitten. Ja. Dat is heel vreselijk eigenlijk. Ja. Waarom? Niet alleen voor het personeel, maar ook het is toch een beetje een vast element in de binnenstad eigenlijk. Dus ik maak me daar een beetje zorgen over. Ik snap dat het concept een beetje verouderd is, want dat denk ik wel eigenlijk. Maar ja, wat komt er dan voor in de plaats? De Bijenkorf gaat ook al weg. En dan moet je nou vrolijk worden van de Primark of zo in je binnenstad. Ja, dat is heel jammer. Dat is zonde. Ja, wat vindt u daar zonde aan? Straatbeeld van de straat, van de stad. Ja. Ja. Niet zozeer V&D op zich. En 10.000 meer mensen. Ja. 10.000 mensen die hun baan verliezen. Ja. Dat is eigenlijk het ergste. Ja. V&D op zich, ja, zonde van het van het concept, maar je kunt je afvragen of dat nog van deze tijd is. Maar 10.000 mensen die een baan verliezen, dat is ook niet van deze tijd. Dus ja, dat vind ik eigenlijk het meest jammer. Ja, zeker. Ja. Dat komt wel.